Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Yamina Crossa is een zonneschijner die zich achter prachtige projecten zet. Ze is bezielster van Benetiet, een VZ2 die de strijd aanging om borstreconstructie na of ter preventie van borstkanker terugbetaald te maken. Ze is de oprichter van het VUB Yamina Crossa Fonds, waarmee ze onderzoek naar kanker steunt. Yamina is ook auteur van het boek Laat je net werken, inner crowdfunding voor iedereen. Ze deed een TED-talk en won vorig jaar de Women of Excellence Award van Wintrade London. Tot voor kort was ze ook stafmedewerker in netwerk en communicatie bij JAR. Dus voor ons is Yamina het perfecte voorbeeld dat aantoont dat één persoon wel degelijk het verschil kan maken en impact kan hebben. Goedemorgen Yamina, welkom. Hoi, Yamina. Goedemorgen. Dankjewel om tot hier te komen. Dat is graag gedaan. Leuk om jou hier te hebben. We hadden oorspronkelijk een andere opname gepland met jou, maar door corona hebben we die helaas moeten verzetten. Uitstellen, ja. Inderdaad, dat klopt. We zijn blij dat jij toch nog wou komen. En ik ben blij dat uitstel geen afstel was. Dus ik ben heel blij om hier te zijn. Ook super bedankt om een tweede keer te komen, want Yamina was ook een van de allereerste personen waarmee wij koffie gingen gaan drinken, nog voor het ontstaan van de podcast. Mm-hmm. En dat was toen een fantastisch gesprek ook. Dat was een memorabele dag. Voor ons zeker wel. Hè? Zo'n energyball dat er toen gecreëerd werd hier. Ja, met z'n drieën. Hè? Met z'n drieën, want dat is iets wat je samen creëert. Hè? Ja. Absoluut. Mm-hmm. Toen wisten we het al meteen. Hè? Als we de podcast gestart hadden, dachten we, Yamina is ook een van die personen dat zeker moet terugkomen. Mm-hmm. Dus, ik ben er. Ja, superleuk. Uiteraard een allereerste vraag. Yamina, drink jij graag koffie en hoe drink jij jouw koffie graag? Wel, ik ben eigenlijk een koffiejunkie, maar niet zoals je zou denken. Want ik ben eigenlijk sinds vorig jaar augustus gestopt met koffie te drinken. Op advies van mijn arts, die zei dat het voor mij niet zo goed was. Maar wat ik af en toe doe, want ik drink dus vooral thee of water, en wat ik soms doe, is de pot met de gemalen koffie open doen en... Snuiven. Heerlijk. Je moet dat eens doen, dat is zalig. Dus ik ben een koffiejunkie, ik snuif koffie. En hoe hard mis je koffie dan in het dagelijks leven? Dat is toch een serieuze aanpassing dan? Dat is een serieuze aanpassing, want ik was echt een groot verbruiker. Echt een hele thermos, soms op een voormiddag. Dus dat was echt wel niet goed, denk ik. Okay. Maar zo het effect van koffie, dat mis ik wel, omdat thee dat eigenlijk niet echt doet. Dat shotje, dat wakker maken. Maar ik heb eens een onderzoek gelezen waar stond, het resultaat was dat eigenlijk koffie drinken of eraan ruiken eigenlijk hetzelfde effect heeft in je brein. Zo ben ik eigenlijk een snuiver geworden. Ik dacht, dat moet ik eens proberen en dat is echt zalig. Oké, goede tip voor inderdaad mensen die misschien heel veel koffie drinken, maar hun koffiegebruik wel willen verminderen of willen stelkens aan mee willen stoppen, dan kun je koffie snuiven. Ja. Zalig. We hebben zelf al een hele introductie gemaakt van jou, maar het is misschien even leuk om te horen van jezelf, Yamina. Wie ben jij en wat doe jij? Wie ik ben? Oh, dat is zo'n vraag. Hè. Dat is een hele moeilijke. Omdat ik ook zo vaak... Ik heb ook over die vraag nagedacht. Zo van, wie ben ik eigenlijk? En eigenlijk merk ik dat ik ben dankzij wie rond mij staat. Omdat ik echt mensen heel belangrijk vind. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen drijft. Ik ben geïnteresseerd in oplossingen vinden, in uitdagingen. Ik ben een oplossingenvinder. En ik voel dat ik daar energie van krijg en blij van word. Dus ja, Yamina is iemand die... positief in het leven staat. Ik ben heel optimistisch tot het vervelende toe. Sommige mensen zeggen mij van, ja, maar soms is een situatie toch gewoon, sorry voor de term, maar kak. En dat is zo, maar ik ga altijd proberen om daar een positieve invalshoek of insteek te vinden om verder te kunnen gaan. Dus ik denk dat dat ook is omdat ik een veerkrachtig iemand ben. Dus ik zal mij door tegenslag soms wel even down zijn en in een hoekje zitten, maar nooit echt lang. Omdat ik dan toch al direct begin te denken van, oké, welke les zit hierin of wat kan hieruit groeien eigenlijk? Ik denk dat er een beetje de rode draad is in alles wat ik doe, al die projecten waar ik actief in ben, is zo oplossinggericht zijn, veerkrachtig. Mooi. Yes. Ik vind dat je dat ook wel heel hard uitstraalt. Absoluut. Ja. Dat is ook het eerste gevoel dat wij bij je hebben gehad op de allereerste kennismaking. Allee, dat is tof. Toen dachten we echt, amai, wat een powerwoman. Ja, dank u. Ik vind dat heel tof. En als ik zo denk van, er zijn geen versies van Yamina. Zo. Ik ben niet iemand anders op het werk of thuis of onder vrienden. Natuurlijk, soms moet je je taalgebruik een beetje aanpassen. Hè, als je met een minister omgaat of zo. Maar ik ben denk ik gewoon altijd authentiek mezelf. En dat is hetgeen dat het beste werkt voor mij.
Dat is heel mooi. Mm-hmm. Ja, en dan wil ik al direct een beetje gaan inzoomen, want we hebben het in jouw introductie al gezegd. Je bent bezielster van Benetiet. Dat klopt. Voor de mensen die jou niet kennen, wat is Benetiet? En, want er is een heel verhaal vooraf aangegaan. Ja. Zou je dat even kunnen schetsen? Ik kan dat zeker schetsen. Dus Benetiet is eigenlijk ontstaan als het gevolg van... In 2013 heb ik zelf borstkanker gehad. En natuurlijk, ik was toen 38, dat was een enorme schok. Ik had dat helemaal niet verwacht. In mijn familie kwam dat ook niet voor. Dus dat was echt wel schrikken. En dan komt je ineens op wat ik noem de kanker-TGV. Omdat je dan... Binnen de week heb ik dan vernomen dat ik borstkanker had en dat ik mijn borst zou verliezen, mijn rechterborst. Dus binnen de week stond ik daar en moest ik dan met chemo beginnen en bestralingen. Dus dat zijn echt 6-7 maanden geweest die echt heel zwaar waren. Maar wat ik wel heb gemerkt, is tijdens die periode dat het zo moeilijk was... dat er heel veel hulp aanbod kwam uit mijn netwerk. Dus heel veel vrienden, familie, kennissen, ook mensen die veel verder stonden, collega's, die mij contacteerden en zeggen van, Jamina, wat kunnen we voor u doen? Mogen we langskomen? Maar in de realiteit was het zo dat in 90% van de gevallen ik die mensen moest afbellen of gewoon al niet afspreken, omdat ik veel te moe was, veel te zwak. Ik kon het gewoon niet aan. Mm-hmm. Maar ik zag wel, van er is echt heel veel hulp aanbod. En... die mensen zeiden natuurlijk van, ja, Jamina, als we niet kunnen langskomen, als we geen eten kunnen brengen of zo, wat kunnen we dan wel doen? En dat is een tip die ik graag altijd uitdeel, overal waar ik ga, is wat je altijd kunt doen, is een kaartje sturen. Dus ik heb aan de mensen gevraagd, als je iets wilt doen voor mij, schrijf een kaartje, iets heel leuk, niet iets van veel beterschap of sterkte of whatever, maar gewoon positieve dingen, alsof ik niet ziek was, gewoon om te laten zien dat je aan mij denkt. Stuur mijn kaart met een positieve boodschap. En de mensen hebben dat eigenlijk massaal gedaan. Ik heb in die 5 maanden meer dan 150 kaarten gekregen. Amai. En wat ik heel straf vond, was... Natuurlijk zaten daar heel veel kaartjes van mensen die ik kende, maar ik kreeg ook kaartjes en tekeningen van mensen die ik niet kende. Dus kinderen van mensen die ik niet kende stuurden mij een tekening om mij veel succes te wensen. En ik vond dat ongelooflijk straf. Dus mijn netwerk vertelde dat verder in hun netwerk en die mensen stuurden mij ook kaarten. Dus ik vond dat echt heel straf. Ik denk dat ik daar zo de eerste keer wat ik mijn baseline noem, de hashtag de kracht van het netwerk, voor het eerst heb gevoeld en ontdekt eigenlijk. En dus stilletjes aan ging ik dus mijn chemo door en mijn bestralingen. En ik wou eigenlijk al heel snel onderzoeken van hoe ga ik hier terug een tweede borst hebben. Want ja, kort daarna heb ik dan nog vernomen dat ik mijn tweede borst ook zou verliezen. Dus ja, ik dacht, ik was nog geen 40, van ik ga hier niet leven zonder borsten. Niet dat ik vind dat een vrouw vrouwelijk is omdat ze borsten heeft, dat vind ik niet. Maar voor mij had het te maken met, er was geraakt aan de integriteit van mijn lichaam en ik wou dat zo goed mogelijk herstellen. Dus ik ben eigenlijk vrij snel in mijn behandeling een plastisch chirurg gaan opzoeken en gevraagd van, hoe krijg ik hier terug twee borsten? Hij heeft mij toen verschillende technieken uitgelegd en de techniek die mij het meeste lag, was een reconstructie met eigen weefsel, dus... Dat is eigenlijk met buikweefsel. De dokters noemen dat buikvet, maar ik niet. Ik zeg buikweefsel. en die dokter legt mij dat uit en ik denk van, oké, dat is de juiste ingreep voor mij. Want natuurlijk, reconstructies met implantaten was wel al terugbetaald, maar ik voelde mij daar niet goed bij om de zoveel jaar die implantaten te laten uithalen en omwisselen en wat is het allemaal. En daar kun je ook wel veel complicaties mee krijgen. Dus ik had beslist, dat is de ingreep die ik wil. En toen vertelde hij mij, die ingreep gaat u 5000 euro kosten en wordt niet terugbetaald. Ik zat daar, ik was toen nog alleenstaand met 2 tienerzonen, veel etende tienerzonen. Dus, en tijdens mijn ziekte was mijn inkomen met 600 euro netto gedaald door de uitkering die ik kreeg. Dus dat was echt wel een uitdaging. Ik had die 5000 euro niet. Maar toch hoor ik mij tegen die dokter zeggen, oké, we gaan dat plannen. Dus dat was gepland voor, denk ik, 7 maanden na mijn laatste behandeling. En natuurlijk was ik aan het denken van, hoe ga ik nu aan die 5000 euro komen? Maar natuurlijk oplossinggericht als ik ben. na mijn behandeling, ik ging dan 40 worden. En ik wou een feest geven, want ik wou echt het leven vieren. Met mijn vrienden, met mijn familie. En op de uitnodiging heb ik eigenlijk geschreven van, als je komt en je was van plan om een cadeautje te kopen, misschien wilt je dan overwegen om een stukje tiet te kopen. En de mensen vonden dat eigenlijk hilarisch. Sommige mensen belden mij van, Jamina, dat is zo grappig, mogen we daarmee lachen? Ik zei, ja, de miserie is achter de rug, hè, de chemo, dat is voorbij. Nu gaat het echt over borsten, dus we mogen ermee lachen. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat een beetje luchtiger te maken. En ik was eigenlijk enorm verbaasd hoeveel respons dat daarop kwam. Want we hadden dus een benefiet party eigenlijk, had ik gepland. En ik denk, 2 weken ervoor hadden we bijna al het geld al voor mijn reconstructie. En dat heeft me echt doen nadenken van, wauw, dat is echt eigenlijk ongelooflijk.
Want ik ergens dacht zo van, nu moet ik geld vragen aan de mensen. Maar de mensen waren eigenlijk super content. Want na al die maanden dat ze zo niet echt iets voor mij hadden kunnen doen, konden ze echt iets bijdragen tot iets wat voor mij van belang is voor de rest van mijn leven. Dus dat was heel schoon om te zien hoeveel betrokkenheid dat er was vanuit mijn netwerk. En dat heeft eigenlijk het zaadje doen ontstaan van misschien kan ik daar een model in maken om andere vrouwen te helpen. Want natuurlijk was het niet de enige vrouw die dat niet kon betalen. En zo is eigenlijk het idee voor Benetit ontstaan. Want eerst, als ik het dan goed voor heb, eerst heb je dan... Je hebt gezorgd dat je eigen borsten terugbetaald werden door je netwerk dan. Dan heb je 30 vrouwen geholpen om hetzelfde te doen. Ja, dat klopt. Dus ik heb eigenlijk de term die ik daarom bedacht heb, is inner crowdfunding. En dat is voor mij crowdfunding, wat iedereen wel kent, maar dan bij je inner circle, bij je eigen mensen. Dus ik had dat gedaan bij mijn eigen mensen en ik had gezien dat dat werkte. Dus mijn idee was, van misschien kunnen we dat doen voor andere vrouwen door hun eigen netwerk in te schakelen. Mm-hmm. En initieel was het mijn bedoeling om, als ik één vrouw kan helpen, dan heb ik teruggegeven wat ik gekregen heb. Dat was voor mij eigenlijk het doel in het begin. Maar zoals dat gezegd, het zijn er meer dan 30 geworden. En we hebben eigenlijk, ik ging bij elke vrouw langs om samen met haar netwerk in kaart te brengen, wie we mochten aanschrijven vanuit Benetit. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat de vrouwen niet zelf geld moesten vragen. Mm-hmm. Tenzij onrechtstreeks via Benetit. Ja. Dat is wel gemakkelijk. Is dat omdat we dat te moeilijk vinden om zelf geld te vragen? We vinden het in het algemeen gewoon al moeilijk om hulp te vragen. En ik weet ook niet goed hoe dat komt. Ik denk dat mensen denken dat dat zwak is of dat we niet tot last willen zijn. Want we hebben natuurlijk alle vrouwen die ik heb ontmoet en die we hadden voorgesteld om via Benetit een inzameling te doen. In eerste instantie zeiden die vaak van, ik ga dat niet doen, want ik durf dat niet vragen. En als ik dan de magische woorden zei van, stel, hè, ik vroeg dan, wie is uw beste vriendin? En dan zeiden ze bijvoorbeeld Sarah, ik zeg maar iets. En dan zei ik van, stel dat die vraag voor Sarah was vanuit Benetit, zou je daarop ingaan? Ja, direct. Dus we willen heel graag andere mensen helpen en we vinden niet dat dat zwak is van iemand anders en we vinden niet dat die tot last zijn als die dat vragen, maar van onszelf vinden we dat blijkbaar wel. Nu, ik heb door die vraag te stellen, zagen die vrouwen in van, die gaat dat ook voor mij willen doen. Dus dat was altijd ook wel spannend, want stel je voor, er wordt voor iemand een inzameling gestart en er is niemand die stort, dat zou wel echt heel pijnlijk zijn. Maar dat is nooit gebeurd eigenlijk. Oké, dat is wel mooi. En het is ook heel concreet, hè? Ja. Dat is concrete hulp die je aanbiedt. Ja. En ik denk wat de slagkans zo verhoogd heeft, is dat iedereen die een mail gekregen heeft van Benetit, dat ging altijd over een vrouw die ze en heel goed kennen en heel graag zien. Mm-hmm. Dus de betrokkenheid is veel hoger. Ja. Hè, want je ziet vaak op HLN of zo crowdfundingacties, zo GoFundMe of zo, voor bepaalde situaties waar dat er geld nodig is. En soms, als het onderwerp u aanspreekt of het heeft iets te maken dat je zelf hebt meegemaakt of zo, dan zou je misschien geneigd kunnen zijn om je kaart boven te halen. Maar als het gaat over iemand die je echt persoonlijk kent en graag ziet, dan is die betrokkenheid zo groot dat je dat direct wilt doen. Ja. En wij hadden ook het voorstel gedaan van mensen konden eenmalig iets storten of ze konden over een periode van 6 maanden maandelijks een klein bedrag doen. Dus daar zijn allerhande soorten variaties op geweest. Maar we hebben voor de meeste vrouwen echt wel meer dan 4.000 euro ingezameld. Amai, dat is heel knap. Op die manier, ja. Je haalt het er net aan van dat we dat moeilijk vinden om hulp te vragen. Heb je het gevoel, of heb je daar geen ervaring mee, dat kan natuurlijk ook, dat vrouwen dat moeilijker vinden dan mannen? Mannen misschien nog moeilijker. Ja? Dat denk ik wel. Dat denk ik echt wel. Ik kan natuurlijk niet in algemeenheid spreken, want dat is nooit voor iedereen hetzelfde. Absoluut. Maar wat ik gemerkt heb, is dat de mannen ook moesten overtuigd worden, hè, als er al mannen waren. Want het waren vaak ook wel alleenstaande vrouwen of vrouwen die alleen zijn komen te staan toen ze ziek werden. Omdat sommige mannen dat te moeilijk vonden op een rare manier. Ik denk dat dat soms ook te maken heeft van, we gaan de mensen denken dat wij geen 4.000 euro hebben. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. En het mooie is eigenlijk dat na die inzamelingen waren al die vrouwen het er wel over eens dat het op den duur niet eens meer gaat over het geld. Het gaat over de band die je hebt met mensen. Mm-hmm. En de vrouw in kwestie was altijd zo aangedaan van hoeveel mensen dat er hadden bijgedragen. Ja. Want wat ik altijd deed, is een lijst bezorgen van al wie een gift had gedaan, zonder de bedragen erbij te vermelden. Omdat ik vind,
iemand die het financieel moeilijk heeft en 6 maanden 10 euro stort en daarvoor dan 1 keer per week geen koffiekoeken gaat halen, bij manier van spreken. Ja. Dat is ook echt gebeurd. Tegenover iemand anders die veel geld heeft en eenmalig 250 euro stort. Ik vind niet dat dat meer waard is. Nee. Ik vind dat die inspanning volgens wat je kunt, is belangrijk. Dus ik zei altijd wel, dit is het totale bedrag en dat hebben de mensen gestort. Dat waren de mensen die gestort hebben. Ja. En dan was het altijd zo heel verbazend om te zien, voor die vrouwen dan, wie dat er allemaal had gestort. En vaak zijn daar ook zo, weet, ze zeggen ook wel, in moeilijke tijden leert je vrienden kennen. Ja. Ja. Dat het vaak was, zo de mensen waar dat ze van overtuigd waren dat die zouden storten, die deden het niet. En mensen waarvan ze dachten van, ja, ik zit hier mee op de lijst, maar ik weet het niet, dat die dan juist echt wel straf uit de hoek kwamen. Ja. Dus in moeilijke tijden leert je echt wel je vrienden kennen. Absoluut. Ik krijg er absoluut dat wel van. Ja, ik heb wel zo'n krop in mijn keel. Als je zo kijkt naar mijn adem, je ziet de haren echt recht staan. Ja. Ja, maar het was ook echt pakkend. En vooral, allez, je moet je voorstellen, je bent een vrouw, je hebt juist borstkanker gehad, je hebt een hele behandeling gehad, je borst verloren of 2 borsten verloren. En dan zie je eigenlijk dat heel je netwerk zo in beweging komt voor je. Dat is, ja... ja. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Hè. We hebben de Benefit Party was echt... Ik heb er vanmorgen nog met mijn man over gesproken. Van, amai, dat was toch wel een graaf toen. Dat is de eerste keer dat ik on stage kwam voor mijn Benefit. En dan te zien hoeveel mensen dat er komen opdagen om u te steunen, zo, omdat ze u graag zien, dat is toch geweldig. Ja, absoluut. En wat ik ook wel denk, is dat je soms gewoon niet echt weet dat je een persoon in behandeling of iemand die dat kanker heeft, dat je soms niet echt weet hoe je iemand concreet kan helpen. Ja. En het is soms gemakkelijker voor de mensen om te zeggen, op die manier kan je mij gewoon echt helpen. Mm-hmm. En dat heel veel mensen dat willen doen, maar heel veel mensen weten niet hoe ze kunnen helpen door het zo concreet te maken. Ja, dus de gouden tip heb ik al gegeven, dat is kaartjes sturen, niet eenmalig, maar om de zoveel tijd. Vertel het voort in je netwerk, van als je iemand een kaartje wilt sturen. En mensen doen dat ook graag, want we zijn dat een beetje verleerd, hè, kaartjes sturen. Absoluut. We denken, want ik heb soms, toen ik ziek was ook, kreeg ik berichten van mensen, vrienden, die dan achteraf zeiden van, ja, maar ik heb je zo vaak een berichtje gestuurd via sms. Maar als je zo ziek bent en zo zwak, ik herinner mij dat ik mijn gsm moest pakken, schuiven, de code ingeven en dan was ik al veel te moe. Dus als ik het al gelezen had, dan was ik te moe om te antwoorden. Mm-hmm. Dus mails, sms'en, WhatsApp, Instagram, whatever, dat is te vermoeiend. Dat was voor mij toch zo. Dus als je een kaartje stuurt, dat is iets dat is fysiek, je kunt dat op je kast zetten. Ik heb dat in mijn geval allemaal aan de muur gehangen, dat werd mijn wall of happiness. Mm-hmm. En op goede dagen kon ik die kaartjes allemaal lezen, op slechte dagen keek ik er gewoon naar. En een voordeel van chemo is, ik weet niet of je de chemo-brain kent, dan word je heel vergeetachtig. Dus je kunt die kaartjes opnieuw en opnieuw blijven lezen. Zalig. Oh, een kaartje van die. En dan had ik dat eigenlijk al lang gelezen, maar dat was eigenlijk super tof. Dus dat is een gouden tip. Een andere tip die ik daarover zou willen geven, en dat is niet alleen voor mensen die kanker hebben, maar mensen die een burn-out hebben, of die een scheiding achter de rug hebben, of liefdesverdriet, whatever, is gewoon... Stel je voor, je maakt spaghetti, maakt een literje extra en brengt dat gewoon. Belt niet om te vragen, zal ik spaghetti brengen? Want dan gaat hij zeggen, nee, want dan ben je tot last, hè? Weet je wel, tussen aanhalingstekens. Maar doe het gewoon. Ga naar de bakker, koop er wat dingetjes extra en ga dat gewoon brengen. Niet binnengaan, maar gewoon aanbellen en afgeven. En dat is echt heel concreet en dat helpt ook echt. En dat is ook een manier om te laten zien van, we zijn bij u. Het is moeilijk nu, maar het is gewoon niet anders. Ja, absoluut. Wat dat heel spijtig is dat mensen die door soms niet te weten van... Wat kan ik doen? Die uiteindelijk niks doen. En dat is eigenlijk dikwijls niet hun bedoeling. Maar ja, daardoor kreeg je wel afstand. En dat is wel een spijtige, gemiste kans eigenlijk. Ja, dat denk dat heel veel mensen die reflex maken. En dat is heel jammer, want je kunt het niet oplossen op zo'n moment. Je kunt het niet oplossen, maar je kunt inderdaad gewoon tonen van... Door een kaartje te... Allee, zo simpel als een kaartje sturen. Ik vind het fantastisch. Want aan een kaartje hangt ook geen commitment dat je moet terugantwoorden. Nee. Terwijl aan een bericht is dat al zo... De sound on to do, dat er zo wat bij komt. Ja. Nee, dat is waar. Het doet mij nu eigenlijk ook een beetje denken, tijdens de lockdown, als je dan kijkt wat er gebeurt, iedereen is gewoon massaal kaartjes beginnen sturen. Hè? Fantastisch. Niemand had echt de nood om 100 keer te sms'en of te bellen, want iedereen dacht echt, ik ben een telefoon. Ik ben hem echt beu. En zeker met die lockdown, maar als je dan ziet wat iedereen deed... Ja, ik heb ook veel kaartjes gekregen en die staan daar nog altijd. En ik word daar heel blij van als mensen kaartjes sturen. Dus af en toe op mijn Instagram-story zet ik wel, zoals ik weer een batch kaartjes heb verstuurd of ontvangen heb. Ik zeg ook altijd, al wie mijn kaartjes stuurt, krijgt er eentje terug. Zalig. Oh, ja. Keigoed. Dan is het niet gestopt. Je hebt dan gezorgd dat die 30 vrouwen hun internetwerk hebben kunnen gebruiken samen met Benetiet om hun borstreconstructie terugbetaald te krijgen via hun inner netwerk. Maar dan ben je verder gegaan, hè? Ja, eigenlijk... Eerst was mijn doel om 1 vrouw te helpen. Toen ik zag van, oké, hier zitten we echt wel een model in.
toen was eigenlijk mijn hoofddoel met Benetiet was die borstreconstructies volledig terugbetaald maken. Want ik vond dat echt een enorm onrecht. Mm-hmm. Van, hoezo is dat een esthetische ingreep? Hallo. Trouwens, als je een reconstructie hebt, dan kun je wel zien dat dat is vaak niet een esthetische ingreep. Omdat dat is niet zoals je borsten vroeger waren. Dus ik had mij voorgenomen om een campagne te voeren om die ingreep volledig terugbetaald te maken. Ik heb dat gedaan op een manier die wat ik soms pacifistisch noem, hè, dus geen oorlog zoeken, maar vredelievende communicatie proberen aan te gaan met minister Margie de Blok. Maar ik heb dat niet rechtstreeks gedaan, dus ik ben niet op haar tafel gaan kloppen of zo. Ik heb eigenlijk de kracht van het netwerk gebruikt. Want dat is, hè, zoals ik daar straks al zei, mijn baseline. Ik geloof daar ook echt heel hard in. En ik ben eigenlijk zo in mijn netwerk met mensen gaan praten. Ik had zo twee communicatiespecialisten, Steven Piesens en Anne Thijssen, onder de arm genomen en gevraagd van hoe kunnen we dat doen. Zij hebben dan het reclamebureau LDV United, kunnen jullie die kennen? Een zeer goed reclamebureau, onder de hand genomen. Dan ben ik via Barbara Torfs in contact gekomen met Wouter Torfs, die jullie ook hier hebben gehad. Ja. Hè? Ja. En toen ik hem mijn verhaal vertelde, dan zei hij van maar dat is een fantastisch verhaal, Jamina. Wilt je daarmee naar de pers? Wilt je op tv komen? Ik zeg, ja, Wouter, natuurlijk wil ik op tv komen. Ik zeg, maar hoe? En hij kende Kathleen Kools, hè? Nog steeds. Hij kent Kathleen Kools. En hij zei van, ja, ik wil wel eens mailen naar haar. Ik kan niks beloven, maar... ik kreeg toen inderdaad bericht van de redactie van Rijerslaat of ik over Benetiet wou komen praten in de uitzending. Dat was heel spannend. Maar zo is het eigenlijk opgestart. En eigenlijk daaruit is alles verder gekomen. Want LDV heeft dan een campagne voor ons gelanceerd. We waren eigenlijk aan het nadenken van hoe zouden we dat kunnen doen. En toen, ik weet niet of jullie zich dat herinneren, maar een paar jaar geleden heeft Zep een campagne gelanceerd van doe mee aan de wedstrijd en win voor €5.000 aan plastische chirurgie. Ja. En LDV is daar direct op gesprongen. Die hebben daar een campagne rond gemaakt van Zep, geef dat geld aan ons, want wij kunnen daar twee vrouwen mee helpen. Mm. En die hebben ons dat gegeven. Dus, maar dat heeft zoveel pers gehaald. Zodanig dat de mensen, want ik denk dat heel veel mensen mezelf inbegrepen, wij wisten niet dat dat niet terugbetaald was. Mm-hmm. Als je er niet mee te maken hebt, weet je dat eigenlijk niet per se. En op die manier heb ik ervoor gezorgd dat het om de 3-4 maanden in de pers bleef komen. Dus dankzij de samenwerking met Libelle en Flair en noem maar op, alle magazines die er zijn. Ik heb ook opiniestukken geschreven voor de Morgen. Waardoor dat ik eigenlijk ervoor bleef zorgen dat de mensen bleven horen van mensen, dit is nog niet in orde. En ik herinner mij een evenement van Radio 1, waar ik uitgenodigd was om in een panel te zitten. Dat Margie de Blok kwam, en dat was de enige reden, eerlijk gezegd, dat ik daaraan meedeed. En ik ging naar haar toe om te zeggen van, mevrouw de Blok, ik ben... En ze zei, ik weet wie jij bent. Ik dacht, yes, we zijn goed bezig. Dus ze wist wie ik was. En ze zei van, ja, we zijn ermee bezig. Dus en ik denk echt, door het altijd maar in de pers te blijven laten komen, en dat er ook reactie op kwam van, allee, waarom is dat nu nog altijd niet in orde? Zo is het uiteindelijk toch gelukt. Hè. In oktober 2016 is er een akkoord gekomen tussen het RISIF van Margie de Blok en dan de plastisch chirurgen. En daar ben ik zo gelukkig om. Omdat er elk jaar zijn er 1500 vrouwen die ingreep ondergaan. Die allemaal het zelf moesten betalen en sinds toen dus niet meer. Amai, dat is toch fantastisch dat je die impact hebt gehad. Ja, ik vond het ongelooflijk. Maar ik moet daar ook wel bij zeggen, en ik denk dat dat een belangrijke boodschap is, toen ik begon te praten met mensen over Benetiet en hoe dat ik dat zag en dat ik die reconstructie, die wet wou veranderen, hoeveel mensen dat mij gezegd hebben van, Jamina, dat gaat u niet lukken. Zo van, je hebt er geen idee van hoe dat werkt met wetten. Heel veel mensen hebben ook gezegd van, Benetiet, zouden dat wel aanhouden, die naam, dat is zo'n schandalige naam. Met tieten erin. Ik zeg, schandalig. Echt? Zo'n toffe naam, vind ik. Ja, dat ze vonden dat chockerend. Ik zei dan altijd, zeg, chockerender dan kanker? Ik denk het niet. Ik zeg, het blijft Benetiet. Het is Benetiet gebleven ook. Maar hoeveel mensen dat hebben gezegd van, dat gaat niet lukken. En zo dat netwerk, ja, dat is bij u gelukt, want jij hebt zo'n heel groot netwerk. Maar ik bleef erin geloven. En natuurlijk is het goed om raad op te volgen van mensen die je advies willen geven. Maar het is ook wel goed om dicht bij je overtuiging te blijven soms en je passie. Mm-hmm. Als je iets van iets overtuigd bent, vind ik toch altijd dat je dat eerst moet geprobeerd hebben en dan zullen we wel zien als het niet lukt. Mm-hmm. Ik had onszelf 3 jaar gegeven. Ik dacht, als het op 3 jaar niet lukt, oké, dan hebben we het geprobeerd. Maar het is gelukt op 1,5 jaar. Amai, super. Dus super, blijf chapeau. Gaan. Dat is heel mooi, maar dat is wel heel interessant, vind ik, hoeveel mensen je tegenkomt onderweg die je droom, je ambitie, noem het hoe dat je ook wilt, daar toch heel kritisch altijd op zijn. Ja. En hoe dat je dan toch een soort kracht moet hebben die vanuit jezelf komt om
dat te horen en dat ook terug te geven. Van, ja, okay. Ik denk dat het zelfs nog verder gaat. Ik denk dat het belangrijk is om alle kritiek of adviezen te horen. Maar dan ook wel de shift te kunnen maken van, okay, dat advies kan ik wel volgen. Dat je niet koppig moet zijn, ook niet van, nee, ik ga dat doen. En als, ja. Dan loopt het misschien met je hoofd tegen de muur. Dus het is belangrijk om wel een goede afweging te maken van, welke adviezen neem ik mee, welke niet. Ik denk dat dan ook belangrijk is, want ik heb toen een raad van bestuur moeten oprichten, waar ik geen ervaring mee had, dus dat was voor mij helemaal nieuw, maar ik vond dat wel geweldig. En ik heb de mensen uitgekozen in mijn raad van bestuur. Natuurlijk, als je dat doet, kun je mensen kiezen die alles goed gaan vinden wat je doet. Of je kiest mensen die kritisch gaan zijn, die je uitdagen, die niet zomaar gaan alles volgen wat je zegt. En dat heb ik gedaan en dat was niet altijd leuk. Maar dat is wel... Hè, soms is dat wat je krijgt wat je vraagt. Hè. Dus ik heb een kritische raad van bestuur samengesteld. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we altijd onszelf goed in vraag zijn blijven stellen van, zetten we de goede stappen? Bijvoorbeeld, een van die dingen was, toen de redactie van Kathleen Koos ons contacteerde, toen was dat eigenlijk nogal snel, want we hadden nog geen website. Mm-hmm. En onze adviseur, zeg maar, de raad van bestuur, zei van, dan kun je niet op tv gaan, want je hebt maar één kans om bekend te worden. Mensen gaan dat zoeken online. Je bent niet online, dat gaat niet. Mm-hmm. Dus we hebben toen nee moeten zeggen. En dat was zo, het is niet waar. Maar ik heb wel gezegd van, ik begin nu met die website te maken. En een week of twee later had ik die. Ik heb die helemaal zelf, allemaal mezelf geleerd, zo, want ik had dat nog nooit gedaan. Dat was zoals Pippi Langkous, hè. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En ik dacht van, ja, ofwel is onze kans voorbij. Ik wist niet of ze nog eens gingen bellen, maar ze hebben dan toch nog gebeld in de allerlaatste week van Rijerslaat. En toen hebben we ja gezegd. En dat was echt... Dus soms is het wel een evenwicht zoeken tussen... koppig zijn is nooit... Mm-hmm. Het is niet koppig zijn, het is je passie volgen, maar toch wel naar de juiste adviezen luisteren ook. Niet zomaar alles dismissen. En als je iets hoort waar je echt niet mee akkoord bent, bevraag dat eens bij iemand anders. Van, kijk, die zei dat, wat vind jij daarvan? Ja. Ik denk dat je dan je netwerk wel moet gebruiken om de dingen helder te krijgen. Ja, absoluut. Wat is jouw grootste les geweest daarin dan? Is dat voor je eigen... Voor mezelf? Ja. Voor mezelf is de grootste les... Ja, wat ik daar vooral uit meeneem, is zo de kracht van het netwerk. Hè, wat ik nu als baseline gebruik eigenlijk. Maar ja, hoe geliefd dat je bent. Want ik ben meer iemand, ik doe graag van alles voor mensen. En ik vraag dat eigenlijk niet zo graag voor mezelf. En daar moest ik het wel. En hoe mooi dat eigenlijk is. Wat een mooi geschenk dat ik daarvan gekregen heb. Ik heb dat ook in mijn TEDx-talk verteld. Dat het eigenlijk... Ja, op een duur gaat dat niet over geld, maar over liefde die je krijgt. En mensen de kans te geven om u te laten zien hoe graag dat ze zien. Ja, dat is supermooi. Dat netwerk is belangrijk. Je hebt een enorm netwerk. Mm-hmm. Je hebt aangetoond met binnen Tiet dat wel iets is dat heel krachtig kan zijn. Maar dat ging vanuit een soort liefde dat mensen konden teruggeven naar je, zoals je net zelf aanhaalde. Voor de rest, hoe belangrijk is netwerken voor anderen? Ik denk dat netwerken in het algemeen belangrijk is. Of dat je nu een business hebt of niet. Ik denk, als je als huismoeder bij je kinderen bent, heb je ook een netwerk nodig. En dat gaat over... Eigenlijk gaat dat over de krachten bundelen om je te laten ondersteunen en ook om anderen te ondersteunen. Want voor mij, een netwerk hebben... Er zijn veel mensen, als ze denken aan netwerken, die vinden dat zo, hoe moet je zeggen, opportunistisch. Zo van, je gaat naar een netwerkevenement van, wat kan ik van die krijgen? Wie gaat er hier bij mij kopen? Weet ik veel. Of wat kan ik krijgen? Maar daar geloof ik niet in. Voor mij, netwerken is, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat is niet alleen van, welk netwerk van u heb ik nodig, maar wat kan ik doen voor u? Want ik kan ook dingen voor andere mensen doen. En ik denk dat dat enorm versterkend is. In eender welke situatie dat je bent, heb je mensen rond u nodig. En het is belangrijk om te weten waar de sterktes zitten van uw netwerk, waar de zwaktes die jij dan kunt versterken. Ja. En ik vind dat een heel mooie dynamiek, zo, die netwerk. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Mm-hmm. En ik heb ook bij Benedit gemerkt, hè, want we hebben soms ook wel vrouwen ontmoet die eigenlijk in armoede leefden. En als we dan dat netwerk in kaart gingen brengen... Er is zo, ik weet niet of je het boek van Stef Hermans, het ecogram. En dat is eigenlijk een systeem waarmee dat je een netwerk in kaart kunt brengen. Dus je pakt een blad papier, je schrijft je naam in het midden en dan begint je op te schrijven wie je allemaal kent. Want veel vrouwen zeiden tegen mij van, ja, maar ik ken niet veel mensen. Maar als je begint op te schrijven, dan zie je van, ja, de kinderen zitten in de voetbal bijvoorbeeld, of op school. En er is echt veel meer netwerk dan dat je denkt. Mm-hmm. En dat is op zich al een mooie oefening om te maken, om te weten van, ah ja, we staan er eigenlijk niet alleen voor. Maar ik heb ook wel vrouwen ontmoet die echt maar 4 of 6 namen hadden. Mm-hmm. En dan deden wij een inzameling en hadden we €80.
Dus dat kan ook wel gebeuren. En dan zie je ook wel dat daar de kracht van het netwerk ontbreekt en gemist wordt. Maar dan hebben wij de kracht van het netwerk ingezet, omdat wij ook wel sponsors hadden die geld gaven om voor vrouwen reconstructies te betalen. Dus als ik een vrouw aannam, zeg maar, of een dossier opstartte, dan wist ik eigenlijk al dat we het geld al hadden. Mm-hmm. Maar ondanks dat, ik zou eigenlijk gemakkelijk kunnen gezegd hebben van we hebben het, we betalen het voor mm-hmm. u. Maar ik ga voor altijd de voorkeur aan om toch eerst dat netwerk in te zetten, omdat ik echt vind, niet omdat dat geld van ergens anders moest komen, maar omdat ik die vrouw wou laten ervaren wat dat betekent. Ja, dat is waar. En waarschijnlijk zal ze sindsdien het netwerk echt wel hebben uitgebreid. Ook. Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook echt zo. Oké, we hebben het nu vooral gehad over inner crowdfunding. Of uw netwerk toch te gebruiken voor sociaal-maatschappelijke projecten. Kan je dat ook anders inzetten, uw inner crowdfunding? Wel, ik denk dat we de afgelopen tijd... want natuurlijk, als ik aan inner crowdfunding denk, dan denk ik vooral, of denken we vooral, aan geld inzamelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat inner crowdfunding is ook het inzetten van krachten. En de voorbije periode met corona denk ik dat we niet meer dan dat gezien hebben. Hè. Zo hoeveel solidariteit dat er naar boven is gekomen, mm-hmm. dat was eigenlijk echt heel mooi om te zien. Dat is voor mij ook een vorm van inner crowdfunding eigenlijk. Als er een organisatie een oproep doet van wie wil er inkopen gaan doen voor oude mensen die alleen thuis zitten. Ja, dat vind ik ook inner crowdfunding, maar dat is dan niet met geld, maar met middelen. Mm-hmm. En ik vind dat heel mooi welke dynamiek dat er dan ontstaat als je er zo voor elkaar kunt zijn. Absoluut. Los daarvan, inner crowdfunding. Ik heb die vraag wel regelmatig gekregen van kun je dat ook gebruiken als je een nieuwe zaak begint? En ik denk in elke soort van crowdfunding waar dat je een nieuwe zaak begint, gaan er altijd family, friends en fools, zoals ze zeggen, mm-hmm. die je willen steunen. Die gaan dat altijd doen, maar dat gaat niet volstaan om echt een business op te starten. Ik denk dat je dan echt moet gaan kijken naar de mogelijkheden van crowdfunding. Een goed boek om daarover te lezen is van Omar Mohoud, Crowdfunding in België. Die ik zelf had gecontacteerd toen ik mijn boek aan het schrijven was en die zeer bereid was om erover te praten. Daar staan echt alle mogelijke soorten van crowdfunding die je kunt doen. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Mm. Maar daar is inner crowdfunding niet echt per se voor aangewezen, omdat je voor bepaalde businessen echt wel kennis moet binnenhalen of coaching of weet ik veel. Ja. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dat is niet echt. Ik denk dat inner crowdfunding echt bedoeld is voor kleinschaliger en echt op persoonlijk niveau. Niet te gaan doen. Ja, en ik zit nu eigenlijk met een beetje een... misschien een culturele vraag. Culturele vraag, amai. als ik nu eigenlijk eens kijk in mijn eigen netwerk mm-hmm. en in de groepen waar ik vanuit kom, denk je dat het een beetje Belgisch is dat wij het niet durven vragen? Ik weet niet of het Belgisch is. Ik denk Vlaams. Of Vlaams. Vlaams, ja. Ja. Dat wij het zo lastig vinden om ons... om ons netwerk zo hard in te zetten? Ik denk dat er zijn verschillen. Hè. Want ik denk niet dat je daar in algemeenheden kunt spreken. Er zijn groepen waar dat er al veel wordt gedaan voor elkaar. Waar dat al meer gangbaar is om dingen te vragen. Ik weet niet of het typisch Vlaams is. Ik denk het wel. Wel, de reden waarom ik het vraag is als ik eigenlijk kijk binnen onze groepen. Een heel simpel voorbeeld. We hebben nu in Marokko allemaal samen een moskee gebouwd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk met heel de familie. Ja. Heel de familie en de kennissen. En er is gewoon vraag rond gedaan. We gaan een inzameling doen, want het is een heel afgelegen plaats. Heel veel mensen hebben geen gebedsruimte. Ja. We zouden daar een gebedsruimte plaatsen voor de armen die dat eigenlijk in het midden van de bergen wonen. Het resultaat is dat die moskee er nu wel gewoon staat. Ja, en het is met heel het netwerk. En dat zijn mensen uit Frankrijk, Nederland, België, Duitsland. Iedereen heeft eigenlijk een bijdrage geleverd om die te bouwen. En die staat er nu gewoon op een jaar tijd. Ik kan dat absoluut volgen. En in zekere zin is dat een inner crowdfunding. En je vertrekt wel vanuit een nood, maar er is niet een persoon die hulp vraagt dan. Hè. Nee, dat is ook wel waar. Er is een nood, dat is het verschil, denk ik, van... Mm-hmm. Van, er is iets nodig, maar je ziet dat ook. De Roma bijvoorbeeld in Borgerhout, die is terug kunnen starten echt door giften van mensen. Hè. Mm-hmm. Omdat mensen allemaal samen een gemeenschappelijk doel zien, zoals met de moskee, hier de Roma. Mensen gaan allemaal geld bij elkaar brengen, werken. Die hebben daar echt ongelooflijke werken gedaan. Als je daar eens een rondleiding kunt doen, moet je zeker doen. Dat is een ongelooflijk verhaal van de Roma. Dus ik denk, als er een gemeenschappelijk doel is, dan krijg je wel mensen mee die daaraan meewerken. Dat is wat er gebeurd is met de moskee. Mm-hmm. Maar het is dan nog net iets anders als het echt gaat over iemand die ziek is. Of die, want in mijn boek bijvoorbeeld vertel ik ook over inner crowdfunding na een jongen die 16 of 17 was en een ongeval krijgt met zijn bromfiets. En dan verlamd is van aan de middel.
En de papa werd bij Duvel Moordgat. En daar is een enorme inner crowdfunding op gang gezet, waar dat er door al het personeel 2 dagen lang allemaal activiteiten zijn gedaan om geld in te zamelen, om dat gezin te helpen. Want die moesten natuurlijk heel hun huis verbouwen. Dat is echt een heel ding. En dat is ook gebeurd. Maar dan heb je echt zo, dat is Corbij, dat is voor de mensen van Duvel Moordgat, dat is een collega, die zijn zoon heeft dat voor gehad. En dus mensen zijn super bereid om daar iets voor te doen. Dus het is een beetje vergelijkbaar, maar net iets anders. Ik denk dat het dan niet moeilijk is om de vraag te stellen als het gaat over iets waar iedereen het nut van ziet. Ja, nee, klopt. Ik denk dat daar het verschil in zit, dat het voor iemand persoonlijk is of dat het echt voor een gemeenschappelijke maar het is ja. allemaal wel nut mooi, is. Wel mooi. Ja. Vind je wel ontzettend een krop in mijn keel van heel deze gesprek. ik merk, Nadia en ik, wij zijn zeer goed in dingen geven en ook dingen durven vragen. Ik denk dat we er ondertussen geleerd hebben. We hebben onszelf al veel bijnamen gegeven en op dit moment zitten we op kuitenbijters. Ja, ik heb dat gezien. Ik heb dat gezien op de Instagram. Ik merk heel hard dat er heel veel mensen zijn die dat toch heel moeilijk vinden. En dat kan, wat je zegt, voor een business inderdaad, als het gaat rond investeringen en rond geld, maar dat kan even goed zijn. Ik wil iemand vragen puur om eens een uurtje met mij te brainstormen. Dat hoeft niet per se financieel te zijn. Merk je dat er heel veel mensen dat enorm moeilijk vinden? Dat er enorm veel schroom op zit? Of ik weet niet, schaamt? Ik weet niet wat er juist op hangt. Op zich was dat bij ons ook wel in het begin, hè? Ja, absoluut. We hebben dat nu maar door die koffies wel een beetje ondervonden dat dat niet zo is. Maar in het begin, wij zijn wel stress als wij een berichtje in het sturen. Wat jullie ook hebben ervaren, je denkt soms van, bijvoorbeeld minister Alexander De Croo, je denkt van, die kunnen toch niet mailen, die gaat dat toch nooit doen? Maar dat is niet waar. Ik heb dat gemerkt toen ik met Benetit bezig was. Alle mensen die ik heb gecontacteerd. Ik had heel lang als directieassistente gewerkt, dus ik kende wel wat CEO's hier en daar. Maar ja, die kenden mij als assistente van. Dus ik dacht, ja, ik ga dat gewoon vragen. Ik dacht, ja, heb je? Kunt je krijgen, zo is het. En ik was eigenlijk echt verrast dat mensen daar wel tijd voor maken. Omdat iedereen is op een bepaald moment begonnen. En iedereen heeft op dat moment wel advies gekregen of hulp gekregen. En ik denk dat dat een beetje een plicht is bijna, om dat terug te geven. Mm-hmm. Toen ik in het begin met Benetit bezig was, omwille van al die mensen die tijd voor mij hebben gemaakt, als ik nu vragen krijg van mensen die zeggen, we hebben een idee voor een VZW of we hebben een idee voor een project, wil je daar met ons eens over sparren? Dan zeg ik altijd ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. Heb je misschien tips voor mensen die dat toch heel moeilijk vinden om dat aan te kaarten? Van, wat is nu het beste hoe dat je dat aanbrengt? Stel, ik vind dat heel moeilijk om mijn netwerk aan te spreken. Hoe pak je dat dan het beste aan? Er is maar één manier. The only way out is through. Gewoon doen. En we hebben zoveel middelen ter hand, zeg maar, om ons daarbij te helpen. Mm-hmm. Ik snap, als jullie Alexander De Croo willen en jullie moeten hem bellen, dan heb je van... Maar als je al een mail kunt sturen naar zijn kabinet, weet je, er zijn andere dingen. Er zijn zoveel communicatiemiddelen tegenwoordig om in contact te komen met mensen. Dat lukt gewoon. Ik denk dat je het gewoon moet doen. Want ja, je hebt wel een idee. En het is een idee waar je waarschijnlijk heel gepassioneerd over bent of echt in gelooft. Mm-hmm. Het is dan de zaak van, als je daar zo in gelooft, ja, vertel het dan verder. Als je echt wilt dat het er komt, ga je iets moeten doen. Mm-hmm. Want echt, eerlijk gezegd, een gesprek hebben met iemand om advies te vragen, dat is niet het moeilijkste dat je gaat moeten doen als je een business opstart. Mm-hmm. Dat is waar. En denk je dat dan, als je bijvoorbeeld een mail stuurt, wij twijfelen ook soms nog zo, sturen we een lange mail met al de uitleg of sturen we gewoon heel kort 3 zinnen... hetgeen wat we te bieden hebben of wat de vraag is. Als je je vraag kunt stellen in 3 zinnen met wham, bam, thank you, ma'am, zou ik dat doen? Oh, wham, zeg dat nog eens. Wham, bam, thank you, ma'am. Maar ik heb ook ik heb onlangs contact opgenomen met de mannen van Claire, de Claire, K-L-E-I-R, de kleding met de Antwerpse tekstjes op. En ik heb daar een mail gestuurd, in het kort, maar wel heel mijn verhaal, van kijk, dit is wat ik doe en ik heb een voorstel, kunnen we daarover praten? Die mannen reageren. Dus ja, als je een mail van 3 bladzijden doet, ja, mensen die druk bezet zijn, die gaan dat niet kunnen lezen. Ik zou proberen altijd beperkt te zijn, maar je moet wel zorgen dat je boodschap overkomt. Hè. Als je gewoon stuurt van, hey, kunnen wij eens een koffie gaan drinken? Dan gaan die zeggen, dan gaan die misschien niet eens antwoorden op je mail. Hè. Ja, waarom is wel, waarom dat je koffie wilt drinken, waarom? Is wel belangrijk. Ja. Hè? Ja, absoluut. Wat wij ook wel merken, dat echt helpt, en dat is ook wel iets wat wij heel veel doen, is kijken wie dat die mensen kennen. Hè. We hebben nu, om het cru te zeggen, Alexander De Croo moesten wij op 5 dagen geregeld krijgen en de opname en online zetten, alles erop en eraan. En we hebben toen echt wel ons netwerk ingezet en gevraagd aan andere mensen, hey,
kan je ons niet helpen met een stap binnen te zetten? Ja, en dat is absoluut een goede tip, want dat doe ik ook altijd. Als ik iemand wil spreken, dan kijk ik op LinkedIn bijvoorbeeld van wie kent die allemaal? Of ik vraag eens rond van zeg, kent jij die? Want ik ken ook wel wat mensen die veel mensen kennen. En ja, zo komt het er wel, hè. Mm-hmm. Ja, absoluut. De kracht van het netwerk inzetten, hè. Ja. Dat is de key. En voor mensen die een klein netwerk hebben, wat kunnen zij doen om dat wat te vergroten? Ja, netwerkevenementen zijn belangrijk. Kies binnen de niche waar dat je actief bent, misschien ook daarbuiten. Echt wel gaan kijken van waar zijn andere mensen mee bezig. Ik zou de sociale media zeker gebruiken. Het is eigenlijk wel gemakkelijk om je netwerk uit te breiden, hè? Maar allee, dat hebben jullie nu ook wel gemerkt, hè? Ja, absoluut. Ja. Tijdsintensief, maar gemakkelijk, toch? Ja. Klopt. Maar je moet er wel veel tijd in steken. Ja, je moet er wel veel tijd in steken. En wat dat ook altijd helpt met zo'n berichtje is bijvoorbeeld naar Alexander de Croo. Wat ik soms doe als ik iemand moet contacteren, wat ik denk van, gaat dat wel lukken? Is gewoon zo een beetje bold zijn, hè, en zeggen van, ik heb een buitenkans voor u. En dan worden ze soms wel nieuwsgierig van, wat is dat allemaal? Maar doorgaans zijn mensen gewoon wel bereid. Ja. Dus als je in een bepaalde niche een zaak wilt opstarten en je hebt niet veel netwerk, kijk dan naar de mensen die dat ook doen, of iets gelijkaardigs doen, en mail daar gewoon naar en vraag gewoon. En soms kunnen ze misschien geen tijd maken fysiek, maar dan, ja, we hebben nu de Zoom-meetings wel uitgebreid leren appreciëren. Dus dat kan wel, denk ik, moet gewoon durven. Ja. Heb je al eens een hele brute nee gekregen, of een moment dat je bijgebleven is van iemand tijdens het netwerken? Eigenlijk niet, echt waar. Wij ook niet, hè? Eigenlijk niet. Dus daarom dat ik het eens vroeg. Jij staat al iets verder. Ik weet niet of ik verder sta, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee. Ik denk dat daar heel veel schroom of angsten voor is. Wat wij nu gemerkt hebben, eigenlijk het ergste wat ons is gebeurd tot hiertoe, is dat iemand gewoon niet heeft geantwoord. Valt nog mee, hè? Het valt nog mee. Het valt heel goed mee. En als je dan zoals ons bent vergeten dat je die in je brouw hebt gemaild, dan valt hij op. Die zal nu wel dik spijt hebben. Waarschijnlijk. Ja, hopelijk, hè. Ja, je doet nu ook je doet onderzoek naar kanker samen met VUB. Vertel eens, wat doe je daar juist? Wel, ik ga eerst vertellen hoe dat we daartoe gekomen zijn, hè, want we hadden met Benetit al ons doel bereikt, dus de borstreconstructies waren terugbetaald. We hebben dan nog een jaar lang de activiteiten lopende gehouden om te zien of het akkoord deed wat het beloofde. Uh-huh. Dus eind 2017 zagen we van oké, dat klopt. En wij hadden nog €40.000 op onze rekening staan. Dus in de statuten hadden wij opgenomen dat wij dat zouden schenken aan kankeronderzoek. Dus ik ben zo'n beetje beginnen rondkijken. En mijn man had een artikel gelezen in de Tijd over professor Damia Lawi. En zij is kankeronderzoekster aan de VUB en de VIB. En zij werkt aan een vaccin dat mensen die, dus kankerpatiënten, in de toekomst hopelijk zal kunnen beschermen tegen herval. Okay. Dan ga je denken van herval, hoezo herval? Je moet weten dat 90% van de overlijdens kankergerelateerd gebeurt bij herval. Dat is meestal niet bij een eerste diagnose. Dus 90% van de sterfgevallen gebeurt bij herval. Dus ja, dat vaccin is superbelangrijk. Mm-hmm. Anderzijds is het zo dat ik heb zelf borstkanker gehad en die angst voor herval, ja, die is mij spijtig genoeg zeer bekend. En het is niet dat ik gebukt leef onder de angst, maar dat is iets dat u zo op onverwachte momenten, zo uit een blinde hoek, overvalt u dat en dan heb je zo 3 seconden doodsangst. Zoals nog niet zo lang geleden kwam ik uit de douche en mijn man was zijn tanden aan het poetsen en ik kwam uit de douche en natuurlijk keek hij naar mij. maar hij zegt direct van, wat is dat op je borst? En dat was een vlekje hier onderaan aan mijn borst dat ik zo van boven niet kon zien en in de spiegel ook niet kon zien. En ik zag dat en ik herkende dat direct als een eczeemplekje dat ik ergens anders ook had gehad, een allergie aan de zeep. Maar ondanks dat ik dat wist, ik zag het en binnen de 3 seconden was ik aan het huilen, hing ik rond zijn nek van, ik wil niet doodgaan, zo echt panisch, een drama queen tot en met. Maar dat is angst voor herval, omdat ik weet, het type kanker dat ik heb gehad, ik heb heel veel geluk gehad dat dat niet uitgezaaid is, want dan zou ik hier vandaag niet meer zitten. Omdat eigenlijk de kanker die ik had, triple negatieve kanker, is hormoonongevoelig en daar hebben ze eigenlijk geen behandeling voor. Dus ik heb gewoon geluk gehad dat het nog alleen maar in mijn borst zat. Dus ik weet ook van, stel dat dat terugkomt, dan is het een eindig verhaal. Dus die angst voor herval is gewoon huge. Dus toen ik dat artikel las over Damia, dan dacht ik van, ja, die wil ik wel leren kennen. Van, waar ben jij juist mee bezig? En zet je iets met €40.000? Want ik wist toen niks over de onderzoekswereld. Mm-hmm. Krijgen die hun geld van de overheid? Hoe zit dat? Ik wist daar eigenlijk niks van. Dus ik heb haar gewoon gemaild.
VUB gewoon opgezocht online. Hè, ook een famous investigator, die toch gewoon, een researcher tenminste, die trouwens door het MIT, een prestigieuze universiteit in Amerika, was uitgeroepen tot innovator onder de 35, die het leven van mensen in de toekomst gaat veranderen. Dat is niet niks. Hè. Dat is een Amerikaanse universiteit en dat zijn maar 10 mensen per jaar die daarbij horen. Dus ik dacht, ja, I want to meet her. Mm-hmm. Dus ik had haar gemaild en zei je iets met dat geld? En eerlijk gezegd, achteraf zei ze dat het een grapje was. Dacht ze dat het een grapje was van haar collega's? Want ja, wanneer valt er dat geld zo uit de lucht? Ik zei, ja, vandaag. Vandaag dus, duidelijk. En ja, dat onderzoek vond dat echt wel fantastisch. In het kort gezegd hebben zij ontdekt dat er in tumoren een type cellen, ze noemen dat dendritische cellen, waarvan ze altijd hebben gedacht dat dat slechte cellen waren, maar die hebben ze ontdekt, eigenlijk de eigenschap hebben dat ze de tumor kunnen uitschakelen. Alleen zijn die met te weinig. Dus ze hebben eigenlijk ontdekt dat als ze die isoleren uit de tumor, daar iets mee doen, ja, ik ben geen onderzoeker, ik weet het niet, maar ze kweken dat zeker, dat er veel meer worden, en dan maken ze daar een vaccin van, halen ze de tumor uit de mens, geven ze het vaccin aan de mens, en dan zouden die cellen, die tumorcellen, altijd herkennen. En als je dus herval hebt, dan werken die dat weg. En dan dacht ik, wow, wat is dat, jong? Is dat iets wat al effectief gedaan wordt vandaag? Het wordt gedaan op muizen nu. Dus het onderzoek op muizen is nu zo goed als afgerond. Dus de volgende stap is wat ze het transversaal onderzoek noemen, is wanneer dat ze gaan testen op menselijke kankercellen. Maar dus dat is een heel, ja, met een ethische commissie en zo. Het is mij ook niet helemaal duidelijk, maar het kost allemaal gewoon ontzettend veel geld. Maar bon, dus ik leer haar dan kennen, ik krijg informatie over dat onderzoek en ik denk van ja, oké, we gaan dat geld daaraan schenken. En eerlijk gezegd, voor mij was toen een mooi moment om kanker af te ronden. Want ik heb zelf de kanker gehad, ik heb gedurende 3 jaar ongeveer vrouwen begeleid die chemo kregen of nog moesten krijgen of een operatie moesten hebben. Dus al die kankerverhalen, we hebben ook 2 vrouwen verloren die eraan gestorven zijn, die toch hervallen zijn. Dus daarna had ik het even gehad met kanker. Ik dacht, nu is het genoeg geweest. Dus ik dacht, we geven dat geld aan de VUB. Klaar, gedaan. Maar zo gaat het leven niet waar. Want ik kreeg ineens bericht van de VUB Foundation aan wie dat we het geld hadden geschonken voor Damia. Van ja, de vice-rector, Hugo Tienpont, had het de suggestie gedaan van, ja, willen we geen fonds oprichten op Yamina, haar naam. Het VUB Yamina Crossa Fonds. En ik had in eerste instantie zo van, maar ik leef nog. Zo van, is dat niet als je dood bent? Zo van, ik leef toch nog, hè? Ja. Maar ze zeiden van, nee, je kunt ook een fonds hebben bij leven. Maar ik heb in eerste instantie nog geprobeerd om daar het Benetietfonds van te maken. Maar bon, we hadden net een hele campagne gevoerd, samen met LDV, om aan te kondigen dat Benetiet stopte. Dus ja, dan konden daarna moeilijk een Benetietfonds beginnen. Ja. Plus, onder andere Omar Mahoud had mij ervan overtuigd van, dat ik moest beseffen dat eigenlijk Yamina Crossa, de naam, dat eigenlijk bijna een kwaliteitslabel was voor dingen die, voor projecten die worden gestart en worden positief worden afgerond. Dus ik dacht, maar je een mooi compliment, toch? Ja, ik had daar zo nooit over nagedacht. Van, ik had eerder het gevoel van, ja, maar dat moet mijn naam niet dragen, dat gaat niet over mij. Ik wil gewoon kankeronderzoek steunen, maar ja, ze hebben mij gezegd van, ja, je hebt een zekere notoriëteit en je moet dat inzetten je kunt dat inzetten om dat te steunen. Dus dat heb ik gedaan. Dat is je personal brand, hè? Yes, indeed. Mm-hmm. Maar dus ook daar dacht ik, ik heb toen tegen de VUB gezegd van, maar ik heb geen tijd voor fondsenwerving, hè, want ik was toen nog stafmedewerker bij Jaar Vlaanderen. Heel druk aan het werken om jongeren in moeilijkheden te helpen, zeg maar. Maar toen bij de lancering van het fonds, waar ook Maggie de Blok trouwens naartoe gekomen is, wat toch wel heel schoon is. Oh, en ze heeft zelfs een filmpje opgenomen, wat ik pas achteraf heb gezien, en dat ze op Instagram en zo had gezet. Een promofilmpje voor Yamina Crossa. Echt ongelooflijk. Amai. Als ik ooit een woordvoerder zoek, zal ik Maggie contacteren. Maar die dag die was fantastisch, want eerlijk gezegd had ik zo'n beetje het idee van, misschien gaat iemand dat proberen te recupereren, zo van, zie wat wij gedaan hebben. Maar dat was echt een dag die fantastisch was. Caroline Pauwels, director, was er. Mm-hmm. Maggie de Blok was er. Ik had een aantal Benetiet-madammen uitgenodigd, die hadden getuigd over wat dat Benetiet voor hun had betekend. Dat was echt prachtig. Damia heeft daar ook haar onderzoek voor gesteld. Een zaal van 150 man die echt mijn krop in de keel zat toen zij over haar onderzoek vertelde, want die is echt wel heel straf. En ja, in aanloop naar die lancering had ik ook interviews met kranten en zo. We hadden De Morgen had ons geïnterviewd, Damia en mij. En eigenlijk tijdens dat interview kom ik zo te weten van die 40.000 euro. Ik dacht van ja, dat is toch een mooie gift, dat is toch veel geld. Maar wat blijkt, buiten de
de kost van de mensen die er werken, want die hebben meestal een beurs. Alle kosten voor het labo gewoon is 3000 euro per week. Oef. Dus wow, ja, die uitdrukking zo... wat? Ik moest zo even rekenen ook. Zo. Ja, ik okay. Zo van, wat, dat is 12 weken, zo. Iets meer dan 12 weken. Ik dacht, dat meende toch niet. Plus hoor ik haar zeggen dat zij een kwart tot de helft van haar tijd bezig is met geld zoeken. En ik dacht, ja, maar jij moet in je labo zitten. Jij moet niet geld aan het zoeken zijn, jij moet je onderzoek verder doen. Dus al die dingen samen, ik vertelde dat dan aan, tegen mijn man terwijl we naar huis reden van de lancering. En mijn man zei de profetische woorden, waar dat hem soms wel spijt van heeft, is hoe gaan wij zei hem, hoe gaan wij van die 40.000 400.000 euro maken? En ik dacht eerst van, zo de typische zin die ik dan zeg is, allee gast. Dus ik zeg 400.000 euro, dat is een huis, hè? Allee, daar heb je toch al een mooi huis voor. En ik dacht van ja, dat is toch niet mogelijk. Maar dan echt 5 minuten later begon ik te denken van ja, met Benetite hebben we telkens 4000 euro ingezameld. Dat ging eigenlijk wel vrij goed. Als we nu 100 mensen vinden of bedrijven die 4000 euro willen geven, ja, dan hebben we 400.000 euro. Nu, in de praktijk hebben we dat omgedraaid en zochten we 400 mensen of bedrijven die 1000 euro wilden geven. Ja. Dus nu zitten we aan 160.000 euro. Ik had dat graag okay. In 1 jaar ingezameld, maar dat is niet gelukt. Maar we blijven door. Hoe lang ben je nu bezig met twee jaar? Twee jaar. En hebben we 160.000 euro. Ja, dus daar waar ik eigenlijk niks ging doen, hebben we dan... ik zeg van, ik heb geen tijd, heb ik dan toch een hele campagne gelanceerd. Dus mensen kunnen zo een beetje in de stijl van de warmste week, zeg maar. Ja. We hebben een platform daarvoor gecreëerd, waar mensen een actie kunnen organiseren. En nu dat deze jaar geen warmste week is, is het het moment, hè, mensen. Ik denk dat het zeker, om acties te organiseren. Ja, en dan... te registreren op dat platform en dan komt het zo bij het onderzoek terecht. Oké, dus voor iedereen die luistert, gebruik jullie inner circle om het verhaal mee te helpen. Ja, ja, je bent dan gestopt ook bij een jaar. Je bent dan nu nog bezig met fondsen een beetje te verwerven voor het VEB. Ik moet dat niet kleiner maken, een beetje te verwerven. Nee, je bent daar echt wel heel knap aan het doen. Wat zit er nu nog in de pipeline voor Yamina? Wel, ik wil eerst en vooral zeker die 400.000 euro halen. Dus mensen die ideeën hebben. Wat ik ook doe, is lezingen geven en zo. Dus dat wil ik ook wel blijven doen. Want nu met de corona is dat natuurlijk allemaal stilgevallen. Mm-hmm. Er waren verschillende projecten of acties die gepland waren. En ook lezingen. Want ja, lezingen wil vaak ook zeggen dat ze dan een gift doen. Dat is wel heel fijn. Dus dat wil ik ook zeker wel blijven doen totdat we die 400.000 euro hebben. En daarnaast is zo nu een beetje nadenken. Wat is de volgende stap? Maar... wat een grote passie voor mij is armoedebestrijding, vooral bij kinderarmoede, zeg maar. Ik heb daar allerhande ideeën over die ik wil uitwerken om misschien samen met ondernemers iets op te zetten. Omdat ik echt in geloof dat knowledge is power en een opleiding is hetgeen dat de mensen uit de armoede zal halen. Ik heb dat zelf ook gezien, ik ben zelf ook in armoede opgegroeid. En ik heb ervaren wat het is om tegen de bierkaai te vechten, zoals ze zeggen. Zo het gevoel te vechten en niet het gevoel te hebben dat je er gaat uitgeraken. Maar ik ben er wel uitgeraakt. Dus ik denk dat ik daarin wel een goede rolmodel ben. Dat heeft mij ook geholpen in mijn werk bij Jaar Vlaanderen. Ik heb daar eerst als vrijwilliger 3 jaar actief geweest en dan er 10 jaar gewerkt. Ik wil daar graag iets verder rond doen, omdat ik echt wel geloof dat er heel veel jongeren zijn die de capaciteiten hebben om te studeren, maar dikwijls niet de middelen. Of niet het netwerk. En in dat opzicht vind ik organisaties zoals A Seat at the Table wel heel schoon. Dus ik moedig dat allemaal aan, maar ik wil zo graag zo nog de stap verder zo. Dus dat vind ik wel heel interessant. Wij zijn alvast super benieuwd naar wat er allemaal nog komt. Ja, ik ben zelf ook benieuwd, want ik weet het zelf ook nog niet. En daarnaast wil ik wil graag nog een boek schrijven dat een beetje zal gaan over... hoe moet ik het zeggen, veerkracht en hoe dat je je niet moet laten stoppen door wat er met je is gebeurd of niet is gebeurd of welke steun je hebt gehad of niet gehad en dat je zelf wel de regisseur van je leven bent. Hè? Absoluut. Dat vind ik wel interessant. Dat is heel belangrijk. Yes. Ja, keigoed. en jij hebt nog ook voor onze luisteraars of kijkers, afhankelijk van of je het op YouTube of op Spotify of Apple Podcasts luistert, heb je nog iets speciaals bij je? Ja, ik heb een exemplaar van mijn boek bij. En ik wil dat graag aan iemand cadeau doen. Dus ik weet niet, jullie zeiden daar straks van misschien iemand die de story deelt en dat jullie dan iemand uitpikken, is voor mij prima. Ja, dus ik zie een paar regeltjes hoe dat we het dan gaan over. De mensen die YouTube kijken, ik zal het heel mooi even laten zien. All right. Dat is grappig. Ja, dat hebben we nog nooit gedaan, hè. Dat ik ze even zo. Ja,
Zo. Doe maar, Jana. Wilt je deze boek winnen? Maak een story, tag 50 koffies, tag Yamina Crossa. En wij kiezen dan een winnaar uit. Hè? En ja. Ik zal het boek signeren. Wauw. Met een heel speciale boodschap. Ja, absoluut. Absoluut. Okay, Yamina, dan willen wij jou ook heel erg bedanken voor het gesprek. Is het uur al om? Ja, we zijn een beetje bezig. Ja. Bedankt om er geen één keer, maar twee keer met ons op de koffie te gaan. We zijn heel blij om met jou altijd te babbelen. En ik was daarnet eigenlijk ook aan het denken. Ik ben je ergens in de tussentijd ook tegengekomen, waarbij dat je net het nieuws kreeg over... over de testen op de muizen van de kanker, dat eigenlijk die cellen die tumors ook bestreden eigenlijk. Mm-hmm. En ik herinner mij ook zo uw enthousiasme van toen dat hij zei, oh my god, ik heb net een telefoon gekregen, we hebben net dat nieuws gekregen. En ik dacht, oh my god, dat is zo fantastisch. Ja, maar dat is echt een missie, want natuurlijk, ik zeg, we zoeken die 400.000 euro, mm-hmm. en dat is natuurlijk hetgeen dat aan de buitenkant te zien is. Maar waar het echt over gaat is, ik wil heel graag dat mensen die in de toekomst kanker krijgen, niet meer met die angst moeten zitten van het gaat terugkomen, dan ga ik toch doodgaan. En ik herinner mij daarin dat ik, toen het fonds pas gelanceerd was, was er een dame uit Nederland, denk ik, die mij via Instagram had gecontacteerd. En die zei, oh, wat een mooi project. Of ze zei, nou, wat een mooi project. Maar waarom heb je een onderzoek gekozen, zei ze, waar je zelf niks aan gaat hebben? Ik vond dat zo'n rare vraag. Want natuurlijk, om dat vaccin te kunnen krijgen, moet je de tumor hebben. Maar bij mij, die tumor is natuurlijk al lang weg. Maar ik dacht zo van, ja, maar dat gaat niet over mij. Dat gaat over de angst die ik ken en die ik andere mensen wil besparen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk echt een investering in de toekomst, maar voor iedereen. Want als je nu nog niemand kent die kanker heeft gehad of heeft, dan gaat dat wel gebeuren, want 1 op 3 krijgt kanker. Aan het eind van zijn leven is dat 1 op 3. Ik wist niet dat het 1 op 3 was. Nee, ik wist ook niet. Ja, en 1 op 7 à 8 vrouwen krijgt borstkanker. Dus allee, als je niet iemand kent nu, dan gaat dat binnenkort wel gebeuren. Dus het is gewoon belangrijk voor iedereen dat dat vaccin er komt. Mm-hmm. En voor mij is dat dus een investering in de toekomst. En dan zal ik misschien afronden met een mooie quote van mijn jongste zoon. Toen ik hem dat vertelde van die vrouw via Instagram. En hij zei van, mama, dat is toch zoals mensen die bomen planten. Die doen dat in de wetenschap, dat ze niet zullen in de schaduw van die boom staan. Dat is heel mooi. Wauw. Ja, dat is Jules. Fantastisch om mee te eindigen. Super bedankt, Yamina, om erbij te zijn. Het is graag gedaan. Absoluut. En ik kan trouwens vooral dat we af en toe eens een kaartje mogen sturen naar mensen. Ja, ook naar mij. Ook naar Yamina. Je mag een kaartje verwachten. Dus. Okay, we hebben er super. Klaar. Super bedankt. Tot ziens. Dank je wel.